toen ik een kind was, toen bepaalde mijn moeder en haar beschikbare budget welke kleren dat ik droeg. En toen ik puber werd, bepaalde de gangbare modetrend en het beschikbare budget van mijn moeder welke kleren dat ik droeg. En dat was in mijn tijd, ik weet niet of sommigen van jullie je dat wellicht nog kunnen herinneren, dan ging ik dus in een paarse, knalpaarse broek met aan de zijkant zo'n witte bies. En die ging dan van heup tot enkel en daaronder zaten zwarte schoenen met zolen van 1,5 centimeter dik en een hak van 5 centimeter hoog. En dan ging je op zaterdagavond naar de disco en dan dacht je van zo, ik ben een mannetje. Daarna, toen ik niet meer naar school ging en ik had een baan, toen begon ik mezelf natuurlijk te interesseren voor kleding. En toen ging ik naar een kledingzaak en de eigenaar van die kledingzaak die kende ik. En er gebeurde toch iets bijzonders, dat wil ik graag met jullie delen. Ik kwam daar dan binnen, dan maakte we een praatje en dan vroeg hij hoe het met me was en waar ik mee bezig was. En hij schonk een kop koffie en schonk die in en ondertussen legde ik uit waar ik naar op zoek was, welke kleren dat ik graag wilde hebben. En dan liep hij zijn winkel in en dan haalde hij uit allerlei rekken, haalde die kleren voor me en die legde die dan voor me neer en die ging ik passen. En hij gaf feedback. Hij was eerlijk en ik vertrouwde hem. Dus ik hechtte waarde aan zijn feedback. Stond het, dan was ik blij. Stond het niet, zei hij. Als hij zei dat het niet stond, dan kocht ik het ook niet. En wat hij deed, was hij haalde kleren uit dat rek die echt op dit moment bij mij passen. Maar hij haalde ook kleren uit dat rek die buiten mijn comfortzone lagen. En iedere keer merkte ik dat ik met die kleren de deur uitging. En dan ging ik weg en dan rekende ik af. Dan liep ik naar buiten en was ik blij. En ik dacht dat ik niet te veel betaald had, wat natuurlijk wel altijd het geval was. Maar ondertussen beval ik hem wel aan bij anderen. Zeg, daar moet je naartoe gaan. Daar word je goed geholpen. Hij daagde mij uit. Ik vertrouwde de man. Ik voelde me daar gezien. Ik voelde mij gewaardeerd in die winkel. En vanuit dat gezien voelen en dat gewaardeerd voelen en dat vertrouwen wat ik met hem had, verleidde hij me als het ware, motiveerde hij me om mijn grenzen te verleggen. En ik dacht, als dat zo werkt in een school, in zo'n winkel, zou dat dan ook in een school zo werken? Zouden wij kinderen op basis van vertrouwen, een vertrouwensrelatie, en op basis van ze het gevoel geven dat ze gezien worden, dat ze ertoe doen, dat ze belangrijk zijn, zouden wij ze kunnen verleiden om hun eigen grenzen te verleggen, buiten hun comfortzone te treden? We kunnen het ze natuurlijk vragen in onze eigen school, voelen jullie je gezien? Voelen jullie gewaardeerd? Leer jij op basis van een vertrouwensband met jouw leraar? Er was dus een jongetje, die was 14 en die las in de avonduren, las die, een beetje stiekem moest hij dat doen, want dat paste niet echt in het milieu waar hij uitkwam, las die boeken over psychiatrie en theologie. En gelukkig soms ook een seksboekje. Overdag zat hij op de LTS, VMBO-kader, nu sector techniek, en dan moest hij dingen doen die hij stom en vervelend vond. Vond hij niks aan. Maar niemand die dat iets interesseerde. Want niemand die het zag. Niemand die hem zag. En vele jaren later, vele frustraties later, en vele omzwervingen later, heeft die jongen jaren in de psychiatrie gewerkt. Is op zijn 37e afgestudeerd als theoloog. En staat nu hier voor jullie een TED-talk over onderwijs te houden. En ik vraag me wel eens af, wat zou er met mij en mijn ontwikkeling gebeurd zijn, wanneer één leraar, eentje is voldoende om het verschil te maken in het leven van een kind. Eén leraar mij gevraagd had, wat ben jij eigenlijk, wat doe jij eigenlijk thuis? Wat doe jij buiten deze school? En waarom doe jij dat? Wat vind je daar zo spannend aan? En wat zijn jouw doelen in je leven? Eén leraar is voldoende. En als dat voor mij goed zou zijn, dan zou dat voor elk kind toch goed kunnen zijn. Je zou elk kind toch één leraar gunnen die hem het gevoel geeft dat hij gezien wordt, dat hij gewaardeerd wordt, dat hij ertoe doet en die hem verdere vragen stelt dan alleen maar die vragen voor wiskunde en Engels. En toen dacht ik van ja, als het één leraar voldoende is, toen ben ik eens even gaan rekenen. We hebben 960.000 leerlingen, we hebben 76.000 leraren, die zitten gemiddeld 4,8 jaar op onze school. Dat betekent dat elke leraar slechts 3 leerlingen per jaar de vragen hoeft te stellen die daaronder staan. 3 leerlingen per jaar is genoeg, dan hebben ze allemaal. Heeft elke leerling één leraar die wat meer vraagt dan die gewend is. En wat er dan gebeurt, is dat wanneer de vraag gesteld wordt, is dat al die leerlingen het gevoel hebben van wauw, dit is apart, er is nog nooit aan mij gevraagd. Wat doe jij thuis? Wat zijn jouw doelen in je leven? Waar word jij blij van? Wat vind je belangrijk? Ja? Maar dan moet je wel iets met die antwoorden doen als leraar.
En als dat niet zo spannend was, kon ik nu stoppen met mijn TED-talk. Want dan hoefden we dat alleen maar af te spreken, dan gingen we dat doen en dan was het geregeld. Maar als we dat allemaal gaan doen, dan gebeurt er iets waardoor we in de knel komen met de manier waarop we op dit moment ons onderwijs organiseren. Wij kennen onze leerlingen niet, is mijn bewering. Ja, we weten hoe ze heten. En we weten in welke klas dat ze zitten. En we weten wie hun broertjes is. En we hebben vader en moeder wel eens op ouderavond ontmoet. En wat we vooral goed weten is hoe die staat voor vakken als wiskunde. En welk punt dat die heeft. En zeker als dat een onvoldoende is. En we weten ook wel of het een doerak is of dat het een braaf is. Dat weten we. Maar we kennen ze niet in de zin zoals ik dat net omschrijf. En wij zien de ontwikkeling van kinderen als één rechte lijn. Als één rechte lijn van A naar B. En het enige moment waarop dat wij met kinderen praten, is bij punt B. Dat gaat over resultaat. Dan spreken we met kinderen. En vooral, nogmaals, als het resultaat niet oké is, dan spreken we met kinderen. En daar zijn wij goed in. We zijn heel goed in het focussen op resultaten in onze scholen. Want juist daarom staan we heel hoog in die OESO-ranking als kwalitatief beste onderwijs. Want dat is gebaseerd op die resultaten. Bij motivatie is het een ander verhaal. Maar dat komt omdat wij vooral focussen op die resultaten. Daar zijn wij goed in. En dan sturen we ook elk kind sturen we daar een aantal keren doorheen door dat poortje van dat resultaat. Een professor uit Maastricht heeft dus uitgerekend dat kinderen tussen 4 en 18 gemiddeld 5000 keer getoetst worden in Nederland. 5000 keer. En dan heb ik het over allerlei soorten toetsen. Je kunt zich daar iets bij voorstellen. Wat dat dan is. 5000 keer. En nog zijn we niet in staat om een messcherp advies af te geven voor het traject wat daarna komt. Want als ze vervolgens naar het HBO gaat, valt de helft van de jongetjes uit in het eerste jaar. Nou, wat zijn we dan aan het doen? We focussen op dat resultaat. En waarom vallen die uit? Niet omdat ze zo'n goede resultaten hebben, maar omdat wij de kinderen niet kennen. En omdat de kinderen zichzelf niet kennen. En dat gaat vooraf aan dat resultaat. Dat gaat vooraf aan de vraag van, ja, hoe word ik nu verliefd op leren? Met andere woorden, hoe komen wij als Nederland uit die onderste regionen naar boven op die ranglijst wat betreft motivatie van kinderen om te leren? Want daar bungelen we echt onderaan. En toen ik dit voorbereidde, moest ik denken aan 2 weken geleden. Ronald refereerde er al even aan. Wij ontmoetten elkaar toen voor het eerst en dat was een 2-daagse van schoolleiders. En wij mochten die 2 dagen mochten wij afsluiten met schapen drijven. Er stonden 7 schapen, stonden opeens ergens buiten dat gebouw. En we mochten een parcoursje uitzetten als schoolleiders. En dan mochten we ervoor zorgen dat die schapen door dat parcoursje gingen. En Ronald was de herder. Die had zo'n stok, hij was de herder en die liet ons als leidinggevende border collies, als, om het zo maar eens uit te drukken, om die schapen heen eraan en hij stond te leunen op de stok. Okay. Nou, wij probeerden dat te doen en 2 collega's hadden een poortje gemaakt. Die stonden zo, tegenover met handen tegen elkaar en die schapen moesten door dat poortje. Dus wat dachten wij? Niet gek, weet je wat, we sluiten die schapen wat in en we drijven die zo, drijven wij die richting dat poortje en dan moeten die vanzelf door dat poortje. Maar die gingen niet door dat poortje. Vlak voor dat poortje bleven die staan. Er was zo'n gat, konden ze zo doorheen, maar daar gingen ze niet doorheen. Het enige wat ze deden was te kijken of hier tussen de benen ergens een opening was waardoor ze konden vluchten, waardoor ze wegkomen. Die schapen wisten helemaal niet wat de bedoeling was van onze actie. Die werden angstig, die raakten gefrustreerd, die wilden uitbreken, maar alles behalve dan door dat poortje. Daar stonden 2 mensen. En die schapen wisten helemaal niet wat het doel was, wisten ook niet de betekenis van hoe die mensen stonden. Dus op een gegeven moment kwamen wij erachter van, misschien moeten we ze wat ruimte geven. Misschien moeten we ze eventjes wat geruststellen. Het vertrouwen herstellen, zodat die schapen eventjes kunnen acclimatiseren. Kunnen kijken van, ja, wat is hier eigenlijk gaande? Oh, er is eigenlijk niks aan de hand. We kunnen door dat poortje lopen. En toen we dat deden, niet te veel ruimte, maar zeker ook niet te weinig. Toen kwam de rust in de situatie en toen gingen de schapen verder. Wederom, dat aspect van ruimte, van vertrouwen en van veiligheid. Uitermate belangrijk. En dat begint, of we het nou leuk vinden of niet, dat begint ook echt bij die fietser op dat bovenste plaatje. En daar hebben we het nooit over, want dat hebben we vast georganiseerd. Dat ligt in ons curriculum, dat zit in onze lesboeken. Daar praten we niet over. Als we gaan lesgeven, dan beginnen we met, volgens het rooster, beginnen we
met wat in het boek staat en dan gaan we mee verder waar we de dag daarvoor mee gestopt zijn. Maar alle onderzoeken wijzen uit dat motivatie om te leren en het startpunt van leren zit niet in wat een ander jou opdraagt. Het startpunt van leren zit daar wat dicht bij een lestaak, een leertaak die dicht bij jouzelf ligt. Die real life voelt, die real world voelt. Iets waar jij op dat moment ook behoefte aan hebt. Ik zou bijna zeggen, het begint met de verwondering om de wereld, over de wereld en de vragen die daarin bij je opkomen. Dat zijn de beste momenten om het leren te starten. Wanneer hier leerlingen binnen zouden komen, een aantal van mij, ik heb ze in mijn gedachten, wanneer ik die zou meenemen, die zouden hier zitten voor het eerst, zouden dit mooie gebouw zien en deze happening, die zouden zeggen van, wauw, wat is dit? Wauw, dat komt bij leerlingen binnen. Het zit in het hart. Het is een verwonderd gevoel. En wat is dit? Is een vraag. En een verwonderd gevoel waarop een vraag volgt, dan weten we dat het leren begonnen is. En dan kunnen we beginnen. En dan gaan ze. En als je daar dan ook nog een uitdagend doel aan weet te verbinden, een uitdagend doel wat echt inspireert en motiveert om nog een stapje verder te zetten. Bijvoorbeeld, we kennen allemaal de situatie van dat zoonlief of dochterlief van 8 wil helpen met een cake bakken. Nou ja, dan kan het doel zijn cake bakken, dat doet hij samen met moeder of vader, gaan ze samen cake bakken. Maar als je vervolgens dat doel op die leeftijd verheft, ja, maar het is niet zomaar een cake, we gaan een cake voor opa en oma bakken. Oh, opa en oma. Nou, dan kan ik laten zien hoe goed dat ik kan bakken, dan moet een lekkere cake zijn. Hup, meteen, we zetten er nog een tandje bij. Dus het startpunt van leren begint met kinderen te vragen en uit te dagen om te zeggen van, ja, waar ben jij mee bezig? Waar verwonder jij je over? Wat heb je van de week gezien wat jou geraakt heeft? En welke vragen heb je daarbij? En verbind dat aan een doel wat uitdagend is. En dan weten we, als we dat gedaan hebben, dan begint het echte werk, het echte edele werk van de leraar begint dan pas. Want ontwikkelen van A naar B is geen rechte lijn. Ontwikkeling van A naar B loopt zo in dat, zoals dat daar staat in dat onderste plaatje op die leeftijd. En dat heeft te maken met waar leerlingen op dat moment zijn, met hun omgeving, met hun thuissituatie. Is dat een fijne thuissituatie, een liefdevolle thuissituatie, of drinkt vader en slaapt moeder? Is het een jongetje of is het een meisje? Met andere woorden, er speelt heel veel, speelt dat kind op dat moment parten, waar hij hinder van heeft om het tot een rechte lijn te maken waarbij hij zelf aan het stuur zit op die fiets. Het kind is zich daar zelf aan het ontdekken. Ontdekt wie hij zelf is. Krijgt last van zijn puberteit, van zijn hormonen. Noem maar allemaal op. Heeft daar niet de mogelijkheid om te reflecteren op eigen gedrag. Dat kan hij gewoon niet. Heeft daar niet de mogelijkheid om planningsactiviteiten uit te voeren. Om te zeggen van ja, dit is de opdracht en daar is het doel. Ga je gang, we zien het wel. Heeft ook niet de mogelijkheid om in te schatten wat de gevolgen zijn van zijn gedrag in een groep. Dat kunnen ze gewoon niet. En dat heeft te maken voor een belangrijk deel met wat ik noem de software die wij allemaal in ons hebben, maar die bij volwassenen mensen volgroeid is en volontwikkeld is. En dat is die hersenkwap die hiervoor zit, de prefrontale cortex, om het eventjes heel intelligent te zeggen. Ik heb het liever over de software die ervoor zorgt dat dat zelfregulerend vermogen wat kinderen wel allemaal in zich hebben, ook volledig tot zijn recht kan komen. En dat is gewoon niet in orde op die leeftijd. Een beetje onduidelijke dia zie, dat loopt van 12 tot aan 25. En dat zorgt ervoor dat het edele werk van de leraar zich in eerste instantie zicht op het uitdagen en het relatie bouwen met kinderen, daar interessante doelen met hem tegenover stellen en afspraken maken van hoe hij dat gaat realiseren. Maar het echte werk komt in het proces daar naartoe. Het echte werk komt wetende dat hij het niet kan, dat we soms wat vlaggetjes moeten zetten om te voorkomen dat hij in dat water dondert. En er misschien niet meer uitkomt. Maar voor een ander is het misschien heel goed dat hij er eens in dondert. Maar dat moeten we wel weten. En dat is het mooie werk van leraar zijn op die manier. En ik moet ook altijd aan dat beeld denken. We hebben het ook over zelfsturende auto's en noem maar allemaal op. En als ik iets verder kijk, een collega van me zei laatst van ja, ik zie dat dan voor me, dan hebben we een 10-baans autoweg.
En de twee buitenste banen, daar mogen geen personenauto's komen, want er rijden alleen maar vrachtauto's achter elkaar in kolonnen en daar is geen chauffeur meer te zien. Want die doen dat op basis van zelfsturende software. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Dus we hebben die chauffeurs nog even nodig. Kinderen zullen nooit zover worden komen op die leeftijd. Dus we hebben altijd leraren nodig. Leraren op deze manier, het leraarschap op deze manier wordt belangrijker dan ooit. En ik kan niet nalaten om te benadrukken dat wanneer wij heel gemakkelijk woorden gebruiken als maatwerken, persoonlijk leren en noem het maar allemaal op, dan hebben we het wat mij betreft hierover en nergens anders. En dan hoor ik jullie zeggen van ja, maar daar heb ik geen tijd voor om dat te doen. Nee, dat klopt, daar heb ik ook helemaal geen tijd voor op dit moment. En dat heeft te maken met hoe wij ons onderwijs op dit moment organiseren in scholen op basis van kennisoverdracht aan groepen. En in een groep is het individu per definitie ondergeschikt. En kennisoverdracht staat op tamelijk gespannen voet met het vragen naar de verwondering van een kind en daar een leertraject aan koppelen. Dus er is maar één oplossing. En dat is stoppen, acuut stoppen met de manier waarop we op dit moment overwegend ons onderwijs organiseren. Je zegt, dat is gemakkelijk, je zegt dat gedaan. Nee, dat moet je gewoon doen. En dat heb ik gedaan in mijn mond. Ik heb dan vier scholen, ik ben directeur van vier scholen in de stad Roermond. Eentje daarvan is Niké, wellicht is iemand van jullie daar wel eens geweest. Anders nodig ik jullie van harte uit. En in Niké zijn we Agra begonnen. En Agra is geen school, maar Agra is een plein. Het schrikt voor plein. En wat we gedaan hebben, we hebben gezegd van jongens, we gaan eens eventjes om een flap overschrijven. We beginnen met het woord school. En alles wat ons doet denken aan school, schrijven we daarop. En dat hebben we gedaan. Toen hebben we die flap overal afgescheurd, hebben we een prop van gemaakt en hebben we ritueel weggegooid. En hebben we gezegd, dat gaan we dus niet meer doen. Want we hebben niets nodig. Want we hebben twee belangrijke dingen in onze scholen. Dat is de leerling. En elk kind kan en wil leren. Alleen moeten wij ervoor zorgen dat we hem laten leren. En we hebben de leraar. En die leraar die heeft er ooit voor gekozen om aan die groei en ontwikkeling een mooie bijdrage te leveren. En daarom zie je bij mij ook niet terugstaan dat de leerling centraal staat of dat de leraar centraal staat. Nee, het proces wat die twee met elkaar gaan uitvinden, dat staat centraal en dat moeten we leren. En dat is Agra. Agra is een plein, we selecteren niet aan de poort. We hebben niets, geen klasse, geen rooster. We hebben ze wel een diploma gegarandeerd, want ik ga geen moeite verspillen om met de overheid hierover aan de slag te hebben. Jongens, een diploma is eigenlijk ook niet meer nodig. Maar dat hebben we nog even, dus dat gaan we doen. En nu komt het nog goed uit, want dan kan ik straks heel goed het verschil laten zien. Al die kinderen die gaan daar een diploma halen, maar ze gaan veel meer halen dan een diploma. Veel meer dan slechts die 7 vakken. Ze bouwen op dit moment aan kennis en competenties en skills en vooral attitudes die in een klassikale setting gewoonweg niet mogelijk zijn. En ik ben op dit moment zelf coach van 2 groepen van 8 leerlingen. Dat doe ik met heel veel plezier. En 1 groep heeft van mij de uitdaging gekregen, daar hebben ze zelf op mogen intekenen. Die gaan op 9 en 10 maart, dan bestaat ons gebouw 10 jaar, en dan gaan ze daar een internationaal event organiseren. Voor zo'n 20-tal changemaker schools uit Nederland, België, Duitsland en een paar uit Engeland. De uitdaging is er, de motivatie is er, want ze zijn eager erop om eraan te beginnen. En ze gaan ermee aan de slag. En het doel, ja, het is nogal een doel, een internationaal event. En dat wordt breed uitgemeten. En dan komen mensen, dus die voelen de verantwoordelijkheid ook, niet de druk, maar wel de verantwoordelijkheid om er een succes van te maken. En ik coach dat samen met hun. En wat je ziet, is dat dan een groepsdynamisch proces is. En dat ook elke leerling zich daar op zijn eigen manier ontwikkelt. En daar moet ik goed oog voor hebben. Die vlaggetjes die ik op de juiste momenten zetten, dat is prachtig mooi werk. Prachtig mooi werk. En wat lossen we nu op? Dit lossen wij op. Motivatie van kinderen groeit. Beroepstrots van leraren groeit. Ze leren meer dan alleen maar dat eindexamen. Dat doen we wel, dat komt goed. Maar ze leren veel meer. En we hebben het over persoonsvorming en socialisatie. Hoe regel je dat met een lesje levensbeschouwing en maatschappijleer? We beginnen de eerste 2 jaar alleen maar met persoonsvorming en socialisatie. Dat is het startpunt van leren op Agra. En we doen de kansongelijkheid terugdringen doordat we niet selecteren aan de poort. CITO-scores, oké. Maar elk kind kan en wil leren. En als je echt maatwerk biedt, dan maakt dat toch niks uit. Dan ben je toch allemaal welkom. Dus we hebben daar een heterogene groep zitten van 120 leerlingen.
van basisberoeps tot en met gymnasium. En ik ben nogal keen als ik op restaurant ga om fooi te geven. Ik geef alleen maar fooi wanneer ik het gevoel heb dat de meneer of mevrouw die mij bedient mij gezien heeft. En mij een gevoel heeft gegeven dat ik belangrijk ben. Dan geef ik fooi. En voor het eerst van mijn leven kregen wij dit jaar, alle leraren van Agra, deze fooi van al onze leerlingen. Omdat ze zich gezien voelden, gewaardeerd voelden en dat ze blij waren dat ze op Agra waren. Ik dank u hartelijk.